Joost, we staan hier na afloop van de wedstrijd tegen AZSV 0-0. En vind je dat een terechte uitslag of heeft er misschien meer in gezeten vandaag? Ja, ik denk dat wij wel toch wat 90 minuten wel misschien meer hadden verdiend. Ja, het is ook niet echt van nou lekker, we hebben een punt. Ik heb meer het gevoel van ja, misschien had er meer in gezeten. Ja. En welke momenten specifiek in de wedstrijd denk je dan aan terug? Zijn er nog specifieke, nou verdedigend stond je zeker je mannetje vandaag. Maar aanvallend als je een moment moet benoemen waar misschien net iets meer geluk bij nodig was. Ja, even een paar kansen voor. Ja, de kans die me nu nog bijblijft is vlak voor tijd van Mark Vennebeum. Maar ja, dat is ook moeilijk en een momentopname. Maar ik denk inderdaad wat je zegt, achterin stonden we ons mannetje. En ja, weinig tot geen kansen weggegeven. Dus ja, een weer een nul vorige week ook. Dat zijn wel complimenten voor, ja, voor de jongens achterin en Patrick. Maar ja, kansen moet je me even helpen. Wat sowieso opviel vanaf de kant was veel gemopper op de arbitrage. Hoe heb je dat zelf binnen het veld ervaren? Ja, nou, de gemoppen hoorde ik ook. Ik denk wel vaak ook terecht. Ik denk dat we niet helemaal mee hadden vandaag. Maar ja, ik kan wel hoog en laag springen. Maar als die scheids heeft gefloten, dan gebeurt er ook niks meer. Ik heb die energie misschien steken in een goede bal of wat dan ook. Maar ik snap de frustratie wel. Want soms zat hij er echt gigantisch naast. Ja, dat is gewoon vervelend. En volgende week weer een thuiswedstrijd op het programma. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Want ja, officieel is nu de kans op de tweede periode verkeken. Maar de rest van het seizoen biedt natuurlijk nog volop kansen. Ja, is het definitief? Ik weet niet wat de concurrentie al heeft gedaan. Ja, ja oh, dan ja, we moeten gewoon, ik weet niet hoeveel wedstrijden nog spelen. 10 of 11? Nee, ja. 11 nog, ja. We moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd kijken. En ja, ik denk, de periode is dan nu voorbij, jammer. We hebben best wel lang meegedaan. Maar ja, we hebben nog genoeg wedstrijden om wellicht op eindstand via na-competitie te halen. Veel succes verder nog dit seizoen en dankjewel.